Welkom bij het DVS TV-journaal. Ja, ja, het is weer zover. Een nieuw seizoen. Dus, nieuwe spelers. En die popelen om zich voor te stellen. Met als eerste. Ik ben Koen Vloedgraven, 21 jaar. Kom uit Deventer. Eerste weekje zit erop hier. Daarvoor zat ik bij Young Go Eagles. Daarvoor bij in het eerste van Excelsior Reizen gespeeld. Nu hier. Dus je kent de trainer van DVS? Ja, klopt. Die heeft me eigenlijk bij het eerste gehaald. Ja, een heel jaar, mooi jaar onder hem gehad. En toen kon ik ook de stap maken naar Eagles. Je hebt de hele jeugd bij Excelsior 31 doorgemaakt? Nee, niet helemaal. Ik ben al eerder bij Eagles geweest en daarvoor nog een jaar gelopen bij Vitesse. En vanaf de C'tjes ben ik toen naar Excelsior gegaan. En toen alles doorlopen, ja. En heeft Eagles tegen jou gezegd van zo was het genoeg? Of heb jij zelf besloten? Bedoelt u dit jaar of? Ja, dit afgelopen seizoen. Nou, in januari kwam DVS al en die Eagles die konden weinig duidelijkheid geven. Nou, toen was het voor mij heel duidelijk. Ik wilde graag naar de topklasse of naar de tweede divisie. Ja, DVS stond er toen heel goed voor. En topklasse, dat is me altijd al bijgebleven, ja. Dus vandaar. Dus jij wil nog steeds heel graag naar die tweede divisie. Hè? Dus jij wil DVS helpen om van die derde naar die tweede divisie te gaan. Heel graag, heel graag. Ja? Oké, hartstikke goed. Nou, dat klinkt al hartstikke gretig. Hey, wat doe je in principe naast het voetballen? Ik studeer nog. Volgend jaar ga ik 4 LO in. Dat betekent het afstudeerjaar op de HBO. En dan zijn we nog niet klaar. Dan ben ik 22 jaar, als het goed gaat. En dan ga ik nog doormasteren waarschijnlijk. Dus. En dan ga je veel in contact treden, denk ik, met Joran van Zandt, hè? Ja, klopt. Ja, we hebben wel wat raakvlakken, inderdaad. Want hij doet eigenlijk de studie nu al die ik voor ogen heb. Dus dat is wel grappig, ja. Je wil gewoon het vak gymnastiek leraar verder verdiepen. Wil je uiteindelijk voor de groep komen te staan? Of is dat jou nog niet helemaal duidelijk? Voor de groep staan is voor mij niet alles. Dus ik wil wel meer. Ja, dat betekent dus ook van hoe leer je en hoe leren kinderen. Ja, dus daar wil ik mij wel verder in ontwikkelen. Heb je al een stageplek voor het vierde jaar? Of hiernaast, Groevenbeek? Nee, daar zit dan een andere maatje voor mij. Maar verder graag een speciaal onderwijs waarschijnlijk. Dus, ja. 5 trainingen al achter de rug. Bevalt dat? Hartstikke goed. Ja, wat dat betreft kunnen we nooit vroeg genoeg beginnen. Ja, je ziet al, de grote lijnen zijn al bepaald en ja, dat spreekt mij wel erg aan. Ja, bevalt je het niveau je ook? Ja, zeker. Ja, het is, tempo is gewoon weer iets hoger dan bij Young Eagles. En je ziet wel dat de topklasse ook tactisch meer vraagt. Zijn ze een speciale spelopvatting. Ja, die lijkt min of meer op Barcelona, dus... Dus de trainer helemaal gek van. Klopt. Wat dat betreft klopt het niet helemaal dat Spanje gisteren behoorlijk de verlangs heeft gekregen. Dat zal hem pijn doen. Het zal hem heel veel pijn doen, denk ik. Ja, inderdaad. Maar zijn visie veranderde niet hoor, want ik appte hem en hij zei nee hoor, ik ga voor het mooie voetbal. Juist. Jij ook? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ik kan ook wel genieten van Italië hoor, hoe gedisciplineerd die zijn en in de organisatie blijven staan. Ja, dat vind ik ook om hem te zien. Maar jij bent ook wel prestatiegericht. Jij wil, nou, dat blijkt wel. Je wil gewoon naar die tweede divisie. Ja, als je hogerop kan, dan moet je dat altijd doen. Dat is je doel? Ja. Hartstikke goed. Dan wensen we je heel veel succes mee. Namens DVS TV. Dankjewel. En de volgende die zich graag wil voorstellen aan het DVS TV-publiek en aan alle supporters, dat is... Rico Wolven, 26 jaar oud, kom uit Deventer. En ik kom van de club SVZW, waarbij we helaas gedegradeerd zijn vorig seizoen. Ja, je hebt een vervelend seizoen achter de rug, denk ik. Ja, ik heb al eens betere seizoenen gehad. Ja, het was een vervelend seizoen. En dat is wat ik al zei, we zijn gedegradeerd. Wat niemand had gedacht en wat eigenlijk ook gewoon wel een beetje een schande is. Ja, ik vond het ook werkelijk onbegrijpelijk. Ik snapte er niks van. Geen team of zo? Ja, het heeft met meerdere dingen te maken en dat is heel moeilijk om dat nu eventjes uit te leggen.
Dus dat is, dat ga ik niet doen. Laten we het verleden vergeten. Nog wel even over het andere verleden. Waar ben je begonnen met voetballen? Bij Des in Zwartsluis. Een klein dorpje tussen Meppel en Zwolle in ongeveer. En ben op mijn tiende ben ik naar Heerenveen gegaan. Daar heb ik de hele jeugd doorlopen tot aan het eerste eigenlijk. En daar niet echt door kunnen breken. En toen heb ik de stap gemaakt naar Veendam. En uiteindelijk ben ik toen bij Go Ahead Eagles terechtgekomen. En vanuit daar ben ik de amateurs ingegaan. Ook nog bij Spakenburg gezeten? Ja, één jaartje. Dan zijn we toen kampioen geworden. Dat was een mooi jaar. Dan heb ik één deel van de competitie wel heel veel gespeeld. En daarna heb ik iets minder gespeeld. Maar we zijn toen kampioen geworden van de topklasse. Dus dat was wel een hele mooie zaak om mee te maken. Daar. Vooral in dat Spakenburg met die grote feesten daar. En die derby die we daar toen een paar keer hebben gespeeld. En dat was een heel mooi jaar. Dat betekent dus dat jij mogelijkheden hebt. En dat je waarschijnlijk afgelopen jaar ook onder je mogelijkheden hebt gespeeld. Qua competitie weet ik niet, want ik vind de hoofdklas vond ik een leuke competitie. Alleen ik heb persoonlijk ook een minder jaar gehad. Ik bedoel, ik heb minder goed gepresteerd en gevoetbald als ik zou willen. Zoals ik bijvoorbeeld het jaar daarvoor heb gedaan bij Excelsior, minder belangrijk kunnen zijn. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hele situatie waarin we zaten met de club. Ik bedoel, je speelt als team zijn, dan speel je gewoon minder en je verliest veel. Dus dan kom je in zo'n spiraal terecht waarin je waarin je heel veel klappen te ontvangen krijgt. En dat is heel moeilijk om eruit te komen. En ook als individu zeg maar zelf om daar dan wel heel goed te kunnen voetballen. Dus dat was inderdaad een vervelend jaar vorig jaar. Okay, nou, je kent DVS 33, je hebt je er redelijk in verdiept denk ik. En je kent Roland ten Berge, je weet zijn manier van voetballen. Dat zijn allemaal wel dingen, dat biedt jouw voordelen denk ik. Ja, wat je zegt. Ik ken Roland van Excelsior en ik weet hoe hij wil voetballen. En dat laat hij ook zien hier. Of dat hebben jullie ook vorig jaar laten zien. En het lijkt wel een beetje zoals wij vorig jaar of twee jaar terug bij Excelsior voetballen. En dus met korte combinaties, veel de bal hebben aanvallend. Dus daar kan ik me wel in vinden. Dat vind ik een prettige speelstijl, ja. Concurrentie is pittig, die vier centrale verdedigers. Hè? Dat zijn de vier, hè? Ja, volgens mij hebben we de vier inderdaad, ja. Nee, klopt, dat is alleen maar goed. Ja. Ja, het zijn goede voetballers. Het niveau is hoog nu al. En we zijn nu al bezig om ook tactisch al dingen neer te zetten qua speelwijze. Dus dat is leuk. We zijn goed begonnen. Ja, je bent dus tevreden over het niveau tot nog toe? 5 trainingen? Ja, we zijn maandag begonnen, vorige week maandag. En tot nu toe is het niveau zeker goed, ja. Ja. Het voorspelt heel veel goeds voor de toekomst. Wat is jouw toekomstverwachting? Wat wil je? Ja, dit seizoen. Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen om nu al een voorspelling te doen. Het is denk ik voor mij belangrijk dat ik even op korte termijn wat doelen stel. Dat is ten eerste natuurlijk gewoon basisspeler worden. Om een goed niveau te halen en vanuit daaruit dan zie ik wel weer verder. Het komt mij in ieder geval heel goed over, het praatje van jou. En het voorspelt nogmaals veel goeds voor de toekomst. Veel succes daarmee. Dankjewel, we gaan ons best doen. Jo. En de volgende die zich graag wil voorstellen is... Dennis Sabas. En Dennis Sabas die komt van... SVZW Wierden. En daarvoor heb je gevoetbald bij? Ik ben begonnen bij Kolmsgaten in Deventer. Van daaruit ben ik gescout door de Go Eagles. Heb ik de jeugdopleiding daar doorlopen. En op een gegeven moment ben ik bij Roda Raalte terechtgekomen. Heb ik daar een aantal jaar gevoetbald. Volgens mij 4 of 5 jaartjes. Vorig jaar de stap gemaakt naar SVZW dan. En nu DVS. Bij Roda Raalte gemiddeld zo'n 20, 25 erin gepoefd? Nou, dat is wel grappig. Ik ben begonnen als, eigenlijk niet als spits. Ik ben begonnen als een beetje middenveld, aanvallende middenvelder. Soms aan de rechterkant, een beetje vrije rol. En... in mijn laatste jaar ben ik echt spits gaan staan. En toen ging het wel hard, ja. Echt in de spits, in de punt? Ja, echt in de spits, in de punt. Een beetje à la de spits van Italië? Nou, ik denk niet dat ik mezelf moet vergelijken met iemand die op het EK nu speelt. Dus dat zeg jij. Hoe heet die jongen ook weer? Die spits van Italië? Ja, ik weet niet wie je bedoelt. Welke? Nee, weet je dat niet? Zijn er twee. Ja, maar die ene, die tweede erin trapte. Graziano Pelle, bedoel je?
Oké, dit was een klein examen. Buiten de voetballerij, waar ben je mee bezig? Nou, ik ben, even kijken, in april ben ik afgestudeerd aan mijn HBO-opleiding, HRM, Human Resource Management. In 11 juli ontvang ik mijn diploma, mag ik mijn diploma ophalen. Ik ben part-time werkzaam als beveiliger, objectbeveiliging doe ik. Daarnaast doe ik de jeugdscouting binnen PEC Zwolle. Dus hartstikke leuk. Dit jaar ga ik DVS Ermelo de jeugd, dus vanaf de F1 tot en met, ik denk rond de C1, B1 ga ik scouten. Hartstikke leuk en ik voetbal hier, maar ik ben wel op zoek naar vast werk. Als je in de scouting zit, dan weet je waar een speler aan moet voldoen. Hè? Wat zijn jouw sterke kanten, Dennis? Ja, kijk, wij zijn in de scouting van PEC Zwolle zijn we vooral gericht op, tenminste ben ik gericht op de jongere jongens van de F1, E1. Ja, dat is heel anders voetballen dan iemand die in het eerste voetbalt. Als je naar mijn sterke kanten vraagt, dan ik ben een aanvallend ingestelde speler. Dus ik hou er wel van om te scoren. Om mijn teamgenoten in stelling te zetten om te scoren. En daarnaast ook ben ik technisch waardig. Dus ik denk dat mijn sterke punten zijn. Heb je ook nog zwakke punten? Of die vertel je gewoon niet? Want de tegenstanders luisteren en kijken altijd. Nee, ik heb wel zwakke punten natuurlijk wel. Ik denk dat ik moet werken aan mijn omschakeling van balbezit naar balverlies. Dat is iets waar ik aan ga werken. Ken jij diverse spelers van de selectie van DVS? Of kende je die al? Nee, ik moet eerlijk zijn dat ik helemaal niemand kende. Van naam, toen het bekend werd dat ik hier ging voetballen, ben ik een beetje samenvattingen gaan kijken. En dan hoor je een aantal namen, vooral als ze scoren, hoor ik dat je best wel hard schreeuwt. Dus dan hoor je ze wel. Maar ik moet zeggen, kijk, we zijn nu iets langer dan een week bezig. En het is gewoon, je leert ze wel heel gauw kennen. En ik merk ook dat het gewoon echt een hechte groep is. Er zit gewoon een leuke sfeer in. En dat gaat allemaal wel goed komen. Trilde bij jou het beeld dan ook altijd, als ik zo schreeuwde bij zo'n doelpunt? Af en toe wel, ja. Ja, maar dat ligt niet aan jou. Dat ligt dan aan de cameraman, denk ik. die schrok er gewoon van. Maar ja, goed. Ik hoop dat het nog vele malen gebeurt dit seizoen ook. Hoor. Ja, dat hoop ik ook. Ik moet zeggen dat het niveau, dat het een lekker niveau is op de training. We hebben nog geen wedstrijd gespeeld. Ik ga er wel vanuit dat we een aantal doelpunten gaan maken. Maar goed, we moeten nu niet te ver vooruit kijken. Dus We wensen je namens DVS TV en alle supporters een ongelooflijk mooi seizoen bij DVS. En misschien nog wel meerdere seizoenen. Ja, dankjewel. Gaat goed komen. Okay, bedankt voor dit interview.